De moraal van het verhaal is verstop je zoekgoed. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Ja, dat boompje, dat... Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben vandaag gezellig weer met Aniek. Want wij kregen heel veel aanvraagjes of wij een deel 2 wilden filmen van het gingerbread huisje versieren. Wat we vorig jaar ook al hadden verzameld. Ja. Het is echt super toevallig, want we hebben op exact dezelfde datum afgesproken om dit weer te filmen. En hij komt ook op dezelfde datum online. Wat betekent dat lieve Aniek vandaag jarig is als jullie dit zien. Dus laat natuurlijk even felicitaties achter in de reacties. En doe een duimpje omhoog voor Aniek. Ja, dat vinden we leuk. En vandaag hebben we eigenlijk niet echt een plan zoals vorige keer. Nee. Vorige keer hadden we echt M&M's en zure matten. Die werken heel goed. Nu hebben we eigenlijk van alles op tafel staan. Jullie zien allemaal wel wat we gaan gebruiken. Want we weten het zelf nog niet helemaal. Moeten wij zelf ook nog maar een beetje gaan zien. Dus ja. Let's go, want anders duurt deze video echt een eeuw. Maar waar gingen we beginnen? We gingen beginnen met die, dachten we. Ja, voor de dag. Deze heb ik bij de Action gekocht, trouwens, voor iedereen die het vraagt. Deze komt van de IKEA. Kan je er kopen voor 5 euro of zo, volgens mij. En we doen eerst een witje bovenop. Zoals jij dat zo leuk noemde in de vorige video, een witje. Een witje, ja. Danique heeft onze video ook echt helemaal terug zitten kijken. Ja, vanochtend nog. Ook echt vanochtend. Ik hoop trouwens dat deze nog goed is. Want deze ik krijg wel honger van, want ik weet niet of je het weet, maar heel die video lang ben ik M&M's aan het eten. En dan ik mag niet van zichzelf geen M&M's. Nee, dus we gaan ook niet snoepen deze video. Nou, ik misschien wel hoor. Dat mag. Komt het er nog een beetje uit? Ja, die komt hier ook wel uit, hè? Ja, het komt wel, maar hij is ook al van vorig jaar, hè? Dus het moest eventjes... Wil je het om en om doen? Ja, laten we dit om en om. Oké, wacht. Ik ga er alvast eentje doen. Ik weet niet of het blijft zitten. Dit blijft vast wel zitten. Dit kan echt zo'n domino effect worden, hè? Ja, dat echt alles in één klap omvalt. Dat zie ik echt wel gebeuren. Het huisje heb ik dus gisteren in elkaar gezet, anders zou die gewoon uit elkaar vallen hier. Maar hij is nu super stevig als je hem optilt. Ja, je kan hem gewoon optillen en doen. En... Ik heb echt een vraag aan iedereen die dit soort huisjes maakt. Wat doe je ermee nadat je hem hebt gemaakt? Ik vraag me wel eens af inderdaad. Hadden wij vorig jaar ook. Van, ja. Volgens mij zetten mensen hem gewoon neer ergens. En volgens mij zijn er ook mensen die hem echt met zo'n vaccinelichtje erin neerzetten. Dat is wel heel lief. Dan ruikt het maar je hele rijden, huis gewoon naar gingerbread. Nou doe het bij ons dat ook, want daarachter staat een geurkaarsje met gingerbread geur. Waar ik volgens mij precies dit ding voor heb gezet. Maar... Is dit de laatste of kan er eentje naar? Ik kan hem er daarnaast doen, maar dan moet ik hem wel proppen. Ik moet de ogen op beeld zetten en dan... Gaat altijd fout als je het laatste wil doen. Nu gingen we dit doen, hè? Ja, we willen dus al die... Al deze dakpannetjes, streepjes, zeg maar. Willen we even wit maken en op elk kruisentje gaan we er ook eentje plakken. Eigenlijk moet dit een soort jingle bell zijn. Overigens hebben we speciaal voor jullie zelfs kerstglazen gepakt. Ja. En onze jellybeans hier zitten in een kerstgoteltje wat je eigenlijk niet ziet. Het is een sneeuwpop. En die heb ik weer zin in een jellybean. Dat is een chocomelkitje wat bij de Action te koop is, jongens. Dus mocht je het willen hebben. Er zitten dus van die candy canetjes in en mini marshmallows. En wij hebben ze eigenlijk voor de mini marshmallows. Maar we wilden toevallig ook candy canes. Maar candy canes, die smaken toch naar pepermunt? Ja, dat is de originele. Ja. Ja, ik vind pepermunt dus echt een van de vieste dingen die er is. Dus ja. Dus ik wilde dit setje eigenlijk ook al hebben. En toen dacht ik, ja, maar die candy canes hoef ik niet. Nee. Ik wil geen chocomel die naar pepermunt smaakt. Dus dat heb ik toch niet gedaan. Want jongens, als je wel eens van die kleine marshmallowtjes haalt, waar haal je ze? Ik kan die dingen dus nooit vinden als ik ze zoek. En anders dan kom je ze ineens tegen en dan heb je ze niet nodig. Heb je ze niet nodig. Ja, en die grote passen weer niet in je beker met chocomel. Nee. Ik moet je vertellen, deze lijnen worden niet zo heel mooi. Kijk maar heen en weer gaan overal. Geef niet, hoor. Kijk, zie je. Nou, wat vorige keer is, we hebben toch geen 2 uur zitten filmen. Want ik had van vorige video echt 2 uur aan beeldmateriaal. Maar ik kan me nu weer voorstellen waarom het zo lang duurt. Maar we zijn nu alweer 12 minuten aan het filmen, hè? Maar ik had het vorig jaar ook helemaal niet door, want het was zo leuk. Ja, het is gewoon te leuk om te doen. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon niet door dat je aan het filmen bent, totdat je denkt van, oh, de camera is weer eens uitgevallen. Nee, je moet wel recht. Je moet wel recht. We zijn ook echt 2 perfectionisten die er aan het doen zijn. Maar ik heb het al losgelaten hoor, het perfectionisme, want... Met deze lijnen moet dat wel, hè? Het is misschien niet helemaal zo perfect als vorig jaar. Maar... Dit is echt prachtig, wat een lijnen. Die M&M's waren ze ook wel echt amazing. Ja, maar ik heb zoveel M&M's gegeten. Ja, want we wilden niet hetzelfde doen als vorig jaar. Want dan was het echt zo'n 2.0, maar helemaal hetzelfde. Nee, het kan ook niet. Ja, maar die zure matten waren wel echt een goede hack. Want daar kon je gewoon bakstenen van knippen en het waren best wel snel klaar. Nou ja, ik weet dat jij echt helemaal op geen perfectionistisch ging zitten doen, hè? Ja. Toen was ik even de architect. Ja. En toen waren wij gingerbread huisje architect geworden. Oh, snap je.
Voor iedereen die het wil weten, Danique is op dieet, jongens. Nee, het is geen dieet. Lifestyle change, nee, grapje, dat zegt iedereen. Ja, nou, je gaat toch niet de rest van je leven zo eten? Dat is echt niet goed, hoor. Nee, dat hou ik niet vol, denk ik. Er zijn heel veel mensen die het wel doen, hoor. Vraag me ook niet hoe. Maar weet je wat het is? Je moet af en toe gewoon ook iets lekkers eten. Ja. Ik mag dus geen koolhydraten en geen suikers. Wat blijft er over? Groente, vlees, nou. Ongeveer ja, dat. Als je vegetariërs bent, dan is het wel helemaal lastig, hoor. Als je vegan eet. Ja. Dan lukt het volgens mij gewoon niet. Ja, er zijn mensen die het gewoon doen. Ja, maar dan denk ik van, dan kan je echt alleen maar inderdaad groente eten. Ja. Want in fruit zit ook eigenlijk al veel suiker. Ja, je mag eigenlijk ook niet, niet te veel fruit. Ja, ik doe het zo. Je mag ongeveer 30 gram per dag aan koolhydraten, inclusief suiker, zeg maar. Bedoel, dat wordt ook weer omgezet in koolhydraten. Ik bedoel, in suikers, andersom. Geeft niet. Ik ben geen expert, ik doe ook maar wat. Oké, okay, nou, jongens. Laten we klaar voor de review. Het is wel cute. Het is wel lief. Het is echt wel heel cute. En deze dingen hangen echt een beetje deze kant op. Een beetje vallen van. Maar okay. Nu is de vraag. Gaan we hier ook weer een beetje wordt dit zien? Hetzelfde? Of gaan we dat anders doen? Hebben we genoeg van die dingen? Ik denk het niet namelijk. We hebben ook nog hartjes. Dan is het de ene kant is het is van, hoe heet die mensen ook alweer? Hans en Grietje. Oh nee, dus Hans en de ander is Grietje. Oké, okay. Eigenlijk is het dan wel lullig voor Grietje hoor. Hmm. En dan is de bovenkant, dit dingetje is alleen maar van Hans. Nee, want witte sterretjes die kunnen. Ja. Trouwens, we mogen het helemaal niet zo definiëren, want we zijn genderneutraal georiënteerd. Was jij vroeger ook fan van roze dan eigenlijk als meisje? Nee. Volgens mij vond ik blauw ook mooier. Tenminste, ja, ik was wel fan van roze volgens mijn moeder heel vroeger. Maar ik ben al heel snel, ben ik echt zo'n meisje geworden wat geen meisjesmeisje wilde zijn. Dus alles wat meisjesmeisjesachtig was, was ook gelijk in mijn hoofd, dat mag niet. Weet je wel? Oh, een jurkje, nee dat draag ik niet, want ik wil geen meisjesmeisje zijn. Oh ja, mascara, dat ga ik niet dragen, want ik ben geen meisjesmeisje, weet je wel? Dat is echt wat ik ook was. Dat ik echt gewoon in de loop van de jaren mezelf heb moeten vertellen van, ja maar het is toch gewoon oké om als ik het leuk vind make-up te dragen, ook al... Hoort dat bij meisjes, meisje, imago, zeg maar. Ja, zo werkt in mijn hoofd. Ja. Rudolph the Red Nosed Reindeer. Die ken je wel. Misschien wil ik wel niet zingen op YouTube. Tuurlijk wel. Had a very shiny nose. Dit is wel genoeg hoor. All of the other reindeer. Ik zing ook gewoon expres zo vals dat jij mee gaat zingen, maar je doet het nog steeds niet. Waar doe jij Sinterklaas of Kerst? Vier jij dit jaar? Ga je cadeautjes doen? Of weet je het gewoon helemaal nog niet? Jawel. Wij doen altijd met vrienden van mijn vriend. Ik bedoel familie. Ja, familie van de vriend. Van mijn vriend. Voor als je dit nog snappen. Ja, heel duidelijk. Daar vieren wij het altijd met surprises. Maar dit jaar doen we geen surprises. Oh, dat is wel leuk. Het even te heftig. Ja, dat ligt toch ook aan hoeveel tijd je hebt. Ja, is ook zo. En, want je hebt geen zin om heel snel iets in elkaar te zetten. En dan horen zelf iets heel moois ik te Ik zou zeggen, je moet heel erg je best doen. En, De druk is hoog, dus we hebben dit jaar gewoon een spel bedacht. Ik had het er laatst over met iemand. Van vroeger, ik vond de surprises maken als kind dus echt geweldig. Ja. Maar had jij niet ook altijd dat je dan echt super mooie surprises had gemaakt en dan echt iets vreselijks terug? Ja, maar dat was het dus. Op de basisschool vond ik het niet leuk, maar met familie wel. Ja, maar die doen hun best voor je. Ja, maar daarom, dat is dus het verschil. Vind je het leuk om, vind je het niet leuk om surprises te doen, dan is het waarschijnlijk omdat je het alleen maar doet met mensen die niet leuk zijn. Dan doe je zelf gewoon heel hard je best en dan krijg je zelf echt zoiets van, oh, weet je. Ik heb zelfs echt een keer, weet je wel, een heel tof voetbalding in elkaar gezet voor een klasgenootje. Mm-hmm. En toen kreeg ik zelf als een paardje van wc-rollen. Dat je denkt, Dat ik echt zoiets had van, oh, ja. Thanks. Nou, oké, weet je. Je hebt in ieder geval nagedacht over dat ik een paarden hou, weet je wel, maar that's it. Ja. Dan is het best wel een teleurstelling. Met mensen van school, je kent ze niet zo goed. Ja, wij doen het ook met mijn voetbalteam, maar dat is ook gewoon een cadeauspel. Nou ja, ondertussen, hè. Is het af. Dit is de grietje kant. Kijk, daar heb je echt zo'n tweedeling zo. Ik vind het leuk. Roodblauw. Dat is voor als je niet weet dat je welk kindje krijgt, dan krijg je deze. Snap je? Dit is een gender reveal. Gender reveal gingerbread house. Maar nu kan je het al... Nee, dan moet je een deurtje, echt een deurtje maken. Ja, dan moet je een deurtje maken waar het open kan. Want, ja, oh my precies. God. Ja, ik ging het dus halen bij de supermarkt. En ik ging dus en voor het avondeten en dit halen. Dus mijn boodschappen waren ook echt zo van aardappeltjes, groenteschijven en snoep. Wat zijn eigenlijk groenteschijven? Ja, van die vegetarische groenteschijven van Lidl. Ik had gewoon geen idee wat ik wilde hebben voor
avondeten en ik kon niks lekkers vinden bij het vlees. En toen dacht ik, oh, maar groenteschijven zijn ook lekker. Ja. Plus ik probeer vaker vegetarisch te eten tegenwoordig. Nice, dat is wel echt goed. Ik ben vroeger echt vegetarisch geweest. Ja. En ik wil het nu eigenlijk op zich ook wel weer. Maar ja, het is lastig als je thuis woont en als je moeder wel gewoon vlees en weet ik het wel. Dus ik heb ook geen zin om het haar echt moeilijk te maken. Dus als ik kook, kook ik vaak vegetarisch. Ja, maar het is al een hele goede... Het is al iets, begin, zeg maar. Natuurlijk. Kijk, ik heb er straks van goulashsoep zitten eten, hoor, jongens. Dus wat dat betreft, het is niet dat ik 100% als ik ergens zin in heb, dan heb ik gewoon zin in en dan eet ik het wel. Ja. Maar het is niet dat ik per se vlees moet hebben. Nou, oh, dit zit ook al heel lief uit. Ga snel. Ik denk dat we een beetje de smaak te pakken krijgen. Ja, maar we weten nu ook hoe het doet, hè. Ja. Vorig jaar was het de eerste keer. Jongens, Danique moet gewoon een YouTube kanaal beginnen. Doe ik eventjes... heb niks te vertellen. Nee, jij zegt laat, het elke video. Laat het eventjes gewoon weten als ze dat moet doen. Ja, geef me dan ook meteen 100 video ideeën, want anders doe ik het niet. 100? Hoeveel duimpjes omhoog ga jij een kanaal beginnen? Dat was onhoudbaar. Wat zei ik vorige keer iets met? Vorige keer zei 250. 1000? Ja, doei. 250 was toen ook al niet gedaan. Dan zeg ik dan gewoon nog een keer. Hey, hoeveel abonnees heb je nu? Ik heb nu 2700 nog wat. Op het moment dat we dit filmen. Aha, dus het kan nog meer worden. Niet dat het nou heel hard gaat nu, maar... Kan je het in december maand hoor. Nee. En het is geen mukbang, hè? Dus het wordt minder vaak bekeken. Oh, dat is waar. Nou, en als ik nou heel veel eet, kan je wel mukbang in de titel zetten. Gingerbread mukbang. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, doen we 150, want als ze dan... 150 duimpjes. Bij 150 duimpjes begin ik een kanaal. Dat wil je! Geeft niks. Weet je wat misschien ook wel schattig is? Om deze ook in het raam te doen. Alsof er echt van het sneeuw zo in de onderkant van het raam ligt. Zo, alleen de onderkant. Ja. Moeten we niet eerst bedenken wat we hier gaan doen? Ja, wat willen we daar? We hebben ook nog wilde spekjes toch? En die tumtummetjes willen we dan. Maar wat gaan we dan met de jelly beans doen, behalve dat ik ze opeet? Dat wordt een pas door de sneeuw. Denk je dat we deze winter veel sneeuw gaan krijgen? Hè? Ja, het zou me niet verbazen als we echt best wel een strenge winter krijgen. Ik bedoel, een hele goede zomer. Ja, daarom. Hele goede winter. Ik hou niet van die kou, maar... Nee, maar ik denk, het kan twee kanten op. Of het wordt ook een te warme zomer, te warme winter. Ja. Of het wordt juist een hele strenge winter. Eén van die twee. Ik las dat onze vriend uit Friesland, hoe heet hij? Piet Poudersma. Ja, echt die alleen die naam al denk ik van nee, dat is niet vertrouwbaar. Nou, iedereen gelooft die vet. Mijn moeder zat, ik zat van wie is dat? Ja, iedereen gelooft hem. Toch een mooie man. Dat is grappig. Maar goed, die is echt min 20. Ja, nou ja, dat geloof ik niet hoor. Dan moet het eerst min 40, plus 40 zijn geweest in de zomer voor mijn gevoel. Ja, ik ben benieuwd. Het was ook echt heel leuk. Ik stond dus in de rij bij de Lidl om al het snoepgoed af te rekenen. Ja. En ik stond dus achter een moeder met kind. En dat kind had gelukkig niet gekeken naar die boodschappen. Want ik had echt zoiets van, anders gaat hij echt vragen of hij dat ook mag, weet ik het wat. Maar die moeder stond echt naar mijn boodschappen te kijken. Zo van, wat is dit? Waarom heb jij als volwassene zoveel snoepgoed? Ben je ook echt spekjes en zo? Ik bedoel, ik zou nooit van mijn leven spekjes halen. Oh, het is wel heel cute. Dit is wel schattig. Dit is toch heel cute, jongens. Wat gaan we hiermee doen dan? Gaan we dit zo aan de zijkant of zo? Ja, ik vind het wel schattig. Zal jij anders erop lijmen dat ik ze plak of zo? Ja. Teamwork makes a dream work. Wonderteam, wonderteam, hulp in nood. Ik vind het wel echt een leuk huisje worden hoor. Ja. Vooral bij die roze kant staan die spekjes heel schattig. Ja. Eigenlijk had ik blauwe spekjes moeten hebben. Ja, die had de Lidl niet. Het huisje is al een kilometer verplaatst. Boop! Komt rijden ik hou het vast, dan kan jij hem duwen. Ja, komt de rijdende rechter langs. Je staat op meer grond. Dit is een ding. Kijk er wel naar die lading. Nee. Ik heb geen tv. Maar ik kijk ook bijna nooit tv, behalve Expeditie Robinson. Ja, daar vind ik dus geen date aan. Echt erg, niet? Hè? Oh, ik vind het echt leuk. Mensen gaan er echt goed op, maar... Ik vind het echt leuk. Weet je dit heel zeker? Als ook voor je vinger heel het mes gaat heen en weer. Hoe dan? Gewoon breken. Ik heb dus een keer aan het klasgenoot verteld. Ik kwam thuis met chocola en mijn vriend is ook best wel... Ja, nu had het toch weggeflikkerd? Ja, dat was precies wat ik wilde vertellen, ja. En elke keer als ik die gast weer zie en het gaat over eten of zo, zegt hij, ja, maar als jij lekker eten hebt, gooit je vriend het weg. Maar wat ik wil zeggen, had ik een moraal? Een moraal van het verhaal? Denk het niet. Gewoon eten waar je zin in hebt. De moraal van het verhaal is, verstop je supergoed. Het is wel cute. Wel een stukje anders. Hij is wel echt heel anders dan vorig jaar. Ja. Oké, nu hebben ze voorbij de deur nodig. Ik vind het wel aardig dat de buren precies nu weer stil zijn. Tijdens de video. Ja. Ik kom hier aan en zij is aan het boren.
Het was echt de hele ochtend waren ze stil. Ze zijn hiernaast een keuken aan het opnieuw maken of weet ik het wat. Renovatie. En vervolgens de hele ochtend stil. Daniek appt mij dat ze eraan komt. En 5 minuten later hoor ik hier echt keihard gezagen en weet ik het wat. Ik had echt zoiets, nou. Ik weet niet of dit te zien is, maar... Waarschijnlijk niet, wacht. Kijk! Oh, het is niet. Die boom is echt heel mislukt. Alsof het een soort palmboom is of zo. Ja, ik vind hem wel schattig. Er moet ook zo'n nog een torentje op zo. Wacht, ik ga proberen of Candy Cane naar pepermunt is. Ik denk dat deze zoet is. Dag, kan. Willen jullie mijn mislukte palmboom zien? Want die komt nu aangedraaid. Oh, sorry. Of hij wordt hij al gekomen. Hij blijft wel staan, ook al staat hij scheef. Ze heeft er best gedaan. Kunnen we even zeggen. Kijk, wacht! Kijk, wacht! Dit is de neus van een sneeuwpopje. En hij heeft een hoedje op. Schattig, maar dat gaan we niet doen. Die boom is heel langzaam aan het omvallen. Rudolph the Red Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever you would even say it glows. Oh, mag ik even zeggen dat je boom niet meer staat? Die is waarschijnlijk echt al overwegen. Hebben zij hem zo boek. Ja, dat zijn die chocolaatjes. Wow. Zijn wel een soort kerstkrantjes. Oh, dat is wel heel cute. Mijn kerstboom is beter dan die van jou. Hoor je dat nou even? Kom ik even lid met een video van je? Ja. Van leden. Ja, zo doen we dat. Hoe werkt dat? Zeg, word jij ons ook weer video's editen? Oh ja, Daniek had even haar laptop uitgeleend. Oh, dat vergeet ze gewoon, hè? Nee hoor. Vergeet ze gewoon. Daarvoor heb je zelfs heel veel make-upjes gehad van me. Ja, dat is wel heel lief. Dan mag ik eigenlijk niet zeuren. Polletje in beeld. Polletje. Hebben jullie de video van vorig jaar ook gezien? Het huisje valt weer om. Ik wil het boompje. Ja, dat boompje, dat... Dus, dat zagen jullie niet. Willen jullie het boompje winnen? Geef dan een like hieronder en laat weten waarom je hem wil winnen. Hij vliegt vanzelf naar je toe. Kunnen we even laten zien wat we nu hebben gecreëerd? Het is een soort van neus geworden. Ja, een soort poortwachtertjes hebben we er niet bij. Dus, de tafel is één grote zooi. Het huisje is af. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Of jullie er van dit jaar leuker vinden of die van vorig jaar leuker vinden. Dit is meer rommelig volgens mij. Ja, die van vorig jaar is iets mooier. Die was gestructureerder. Oké, dus. Ik zal nog eventjes een lontrellen draaien. We zullen ook nog eventjes wat close-up shots nu in beeld laten komen. Maar, laat ons weten. Wat vind jij ervan? Heb je ooit zelf een gingerbread huisje versierd? Ga je het dit jaar nog doen? Het is leuk om te doen, maar zet het huisje een dag van tevoren in elkaar. Ja. Want anders gaat het fout. En, als je en dan haat je jezelf omdat die alleen maar uit elkaar valt. En als je er eentje hebt gemaakt, tag Irina even op Instagram. Kunnen we hem even bekijken. En Daniek. En mij, mag ook. Ik zal Instagram even in de beschrijving zetten. Dan word jij ineens heel veel gevolgd. Yeah. Dus, ja, ik denk dat het was. Ja, dat doe was natuurlijk nog even dat duimpje omhoog als je dat niet had gedaan. Ja. Wij willen binnenkort waarschijnlijk een mukbang gaan opnemen. Ja. Wel dus koolhydraatarm. Dus waarschijnlijk gaan we van die groentebodempizza's doen of zo. Ja, gaan we zelf maken. Ja, die hebben ze bij Lidl op de bodem. Dus dat is wel leuk. Gaan we zelf maken en lekker eten. Dus laat weten of jullie daar ook zin in hebben. En ja, vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Help je mee, gratis. Hè? En doe lekker je duimpje omhoog voor meer video's met Daniek. Ja. En feliciteer er nog voor de verjaardag als je het niet had gedaan. Thank you. En tot de volgende video. Doei!